Tijdens de maandelijkse Gliederkerk in de Wilhelminakerk in Bussum was het weer tijd voor de schoenendoosactie. Ouders en kinderen versierden een schoenendoos die ze later thuis konden vullen met cadeautjes en nuttige spullen. Maar er was ook hoog bezoek. Ja. Oh, je hebt lekker te drinken. En binnen zijn ook pekenen. High five? Ja, high five. High five. Goed zo. High five. Ja. Zo, dankjewel. Welkom, lieve mensen. Ouders, kinderen, groot en klein. Ik wil u voor deze Gliederkerk wensen dat uw hart heel blij mag zijn. Straks hebben we spelletjes met elkaar. Spelletjes over geven, over samen delen. We gaan spelletjes doen met een ladder. We gaan gooien met brood en vis. Nee, we gaan niet gooien met eten, dat mag niet. Niet gooien met eten. Sorry, dat was niet goed. Wat gezellig dat u er ook in de Wilhelminakerk bent. Wat zijn ze hier aan het doen? Ja, het is een Gliederkerk. Dat wil zeggen, rondom een Bijbelverhaal worden allerlei spelletjes gedaan. Maar deze keer is het speciaal, want we doen ook mee aan de schoenendoosactie. Dat is niet de eerste keer? Nee, dit is de derde. Even kijken, in 2021 zijn we begonnen. Ja. Toen hebben we vanuit de protestantse gemeente Bussum 46 dozen opgehaald. En daarna het volgende jaar was het 80. En toen was het 146 vorig jaar. En we hopen dit jaar 200 dozen klaar te maken voor verzending naar die kinderen in andere landen. Wij gaan hier dus de schoenendozen versieren. Maar thuis moeten de kinderen goed kijken in een foldertje dat je meekrijgt. En daar staat in wat er in de schoenendozen moet. Kinderen, vooral de spullen voor school moeten erin. En ook mag er zeep in en nog een speelgoed natuurlijk. Geen oorlogsspeelgoed uiteraard, staat allemaal in de folder. En geen bederfelijke waarnemingen? Geen bederfelijke spullen, geen batterijen ook. Dus alle speelgoed waar batterijtjes in zitten, dat kan niet. Maar allerlei praktische dingen voor kinderen in Oekraïne, Moldavië, in Afrika. U hebt het deze periode wel erg druk. Wat staat er vandaag nog meer op het programma? Ik moet nog overleggen met de Pieten wat ze allemaal in de schoorstenen gaan doen. Oké, dus even werkoverleg nog. Ja, dat komt nog werkoverleg. Ja, precies. Okay. Tot aan de kerst kunnen gevulde dozen worden ingeleverd bij de kerk. En die sturen ze door naar een centraal adres.